Uit de bedrijvenenquête blijkt dat ruim 1/3 van de bedrijven in Breda de regeldruk als veel te hoog ervaart. Vooral de horecaondernemers ergeren zich. Nou, ik denk dat horecaondernemers altijd heel snel ook het gevolg voelen van een gewijzigde wet en regelgeving. Ja, op dit moment staat natuurlijk hoog in de belangstelling het niet-rokenbeleid. Ja, je ziet dan wel dat vooral kleine cafés het ook direct in hun omzet merken en ook direct in de portemonnee de gevolgen van gewijzigde regelgeving voelen. De oplossing zou veel direct contact moeten zijn. Want het wijzigen van de regels is nou eenmaal nodig, aldus de wethouder. Als dat maar goed gaat volgend jaar met de score op de regeldrukbarometer. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat dan de waardering vooruit is gegaan. Maar ja, nogmaals, het is ook een beleving van de mensen. En af en toe verwachten burgers, maar ook bedrijven, heel erg veel van gemeenten. Dus in die zin is het managen van de verwachting ook wel heel erg belangrijk voor de gemeente Breda. De gemeente moet intern ook nog wat managen. In de enquête scoort de dienstverlening een mager zesje. Een zes is net voldoende, dus eigenlijk kun je daar niet tevreden mee zijn. Maatregelen dus, maar op welk gebied? Nou, wat wij vooral hebben geconstateerd is dat mensen heel veel behoefte hebben aan duidelijkheid. De bedrijven worden hier al in geholpen. Inderdaad, en als zij tussentijds ook terecht kunnen bij de gemeente met vragen en dan ook daar één persoon hebben die zij kunnen aanspreken. Uit de enquête blijkt echter dat ondernemers één vast aanspreekpunt helemaal niet zo belangrijk vinden. Nou, ik denk dat zij toch wel belangrijk vinden dat er een duidelijk aanspreekpunt is. Bent u ook zo benieuwd naar de score van volgend jaar?